Wat hebben Drosten, Amstelbier, 7-Up, King, Plantinga Vieux, Zandstra Sport, Gaastra Sail, Astra Farm, Devo en Poys met elkaar te maken? Hun logo of huisstijl, hun reclameuiting of verpakkingsvormgeving werd gemaakt door Ab Rozenstein uit Sneek. Velen kennen hem ook als Appo, zijn pseudoniem als sneltekenaar en schilder. Rozenstein werkte eerst als etaleur bij Barefoots en V&D in Sneek. Later werd hij ontwerper van verpakkingen bij Menno Cartonnage in Sneek. Als freelancer maakte hij ontwerpen voor grote merken. En nu, 21 jaar na zijn overlijden, komt er een grote expositie van 29 augustus tot 5 september in Dansschool Vergonet op de Veemarkt in Sneek. Het is een hommage van zijn 3 dochters, die stad en land zijn afgereisd om de kunstwerken en producties van hun vader bij elkaar te brengen. Marion, José en Jolanda organiseren de expositie ten bate van de hospice in Sneek. Er zijn geen kosten gemaakt en dus gaat de volledige toegangsprijs naar dit goede doel. En wie er komt kijken, krijgt een goodiebag die een veelvoud van die toegangsprijs waard is. Ik trof Marion Nijp-Rozenstein en Jolanda Vergonet-Rozenstein tussen de goodiebags en de kunstwerken van hun vader. Dit zijn allemaal goodiebags. Dit zijn eigenlijk tassen die wij gaan uitdelen met de spulletjes die mijn vader gemaakt heeft voor verschillende bedrijven. En dat zijn herinneringsspulletjes van die bedrijven die daar iets in gedaan hebben. En dat gaan we geven bij een expositie die wij doen. En iedereen die komt krijgt een gratis goodiebag mee naar huis. Ik heb er net al even in gesnuffeld. Het is gigantisch wat daar allemaal in zit. Ja, wat jullie vader dus gedaan heeft. Ja, die heeft enorm veel werk gedaan. Vertel eens even. Nou, hij heeft onder andere, zijn hobby was schilderen. Dus hij heeft geëtaleerd, gedecoreerd, ontworpen bij Menno Cartonnagefabriek. Daarbij, hij ging nooit weg zonder zijn verfdoos. Hij zei, ik laat liever mijn portemonnee thuis dan dat ik mijn verf thuis laat. Dus ja, die man die deed toneeldecors voor Tedman de Vries. Noem het maar op, Jolanda. We komen zoveel dingen tegen, dat is enorm. Ja, want zelfs dat Gaastra-logo, dat heeft hij dus ontworpen, wat wereldwijd bekend is. Ja, dat heeft hij ontworpen. En dat is ongeveer 45 jaar geleden ontworpen. Ja. En dat is nu inderdaad wereldwijd bekend. En daar zit ook een leuk verhaal aan vast. Ik weet niet of ik dat nu moet vertellen. Ja, hoor, vertel maar. Ja, is dat leuk om nu te vertellen? Het is een verhaal. Mijn vader die heeft dit getekend, dit logo, voor Gaastra, voor 65 gulden. Was hij toen in dienst bij Gaastra? Nee. Hij was gewoon, ze kwamen dan bij hem, verschillende mensen. En die vroegen dan, of hij iets kon ontwerpen. En dat heeft papa dus ontworpen. En toen zijn ze geweest met een delegatie van Hongkong, want de Gaastra sales ging over naar kleding. En die kleding ging over naar China. En toen kwam een delegatie van Hongkong, die kwam met papa. En die vroegen of zij het merkje mochten overkopen. En toen zei papa, nee hoor, ik heb dit gemaakt voor 65 gulden. En daar is het voor. Maar ze boden papa toen de tijd 50.000 gulden. En papa zei, nee, ik heb het gemaakt voor 65 gulden en daar is het voor. En dat typeert precies Dat is heel principieel. Ja, dat is typerend mijn vader. Dat was helemaal niet zakelijk. Mensen die geen geld hadden, die konden een beroep op hem doen. Alles, ja. Och, je neemt ze maar met. Ja. Hij praatte altijd Sneekers. Nooit anders. Hij zei altijd, als de koningin komt, maakt niks uit. Ik ben een Sneeker en ik ben een Sneeker. Maar hoe kwam die nou aan die enorme merken? Want ik zag 7-Up, Frisia, de spekjes, allemaal. Hoe kwam die nou bij die bedrijven? Ja, nou Gaastra Sales, die hebben hem persoonlijk benaderd. Maar de andere merken zijn eigenlijk via Menno. Hij werkte bij Menno Cartonnage. Ja. En daar was papa grafisch ontwerper. En zodoende heeft papa al die merken heeft hij ontworpen. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook de Sixpack van Heineken, Kingfabrieken, Zwitser, Drosten. Zeg maar Hofnar voor sigaren, sigaretten. Plantinga. Je kan het niet noemen. Astrafaan. Maar zeg maar, Devo, dat is hier in Sneek. Jan Sikkes. Meinders, maar de drogist. Buis Supermarkten. Heeft hij ongelooflijk veel voor gedaan. De reclamebiljetten, die werden met zulke potten, met dikke stiften. Daar werd dat dus geschreven met de hand.
En dan werd het op de grond gelegd. Hè? En dan is het, jongens, controleren. Dus dan controleerden wij het of het klopte. Want van de een moesten twee zijn en van de andere moesten er vier zijn. En zo ging dat door. En dan stond er bijvoorbeeld suiker, maar dan had hij de R vergeten. Of de I. Nou, dan papa, er staat suiker. Oh, nou, dan moet maar weer overnemen. Dat was toch gewoon in Snekers, dat verstaat toch iedereen? Ja, de Snekers wel. Dus dat was het leuke. Ja, Vivo, Coca-Cola, hier, Zwitserse zeep. IFA had je vroeger. Nou, waar is 7-Up? 7-Up, kijk eens. Die hebben we ook. Daar hebben we. Kijk, dit is van 7-Up. Zie. Hier is de kalender, een kwartaalkalender. Van de 7-Up. Vier stuks. Maar dan hebben we dus twee originelen. Kijk, de aquarel. En deze, dat zijn dus de originelen. Kijk, dit hoort er dan bij. Kijk, 7-Up. Kijk, dit logootje, papa ook. Ja. Mooi, hè? En dan vinden we dus ergens een bedankbrief erbij, hè? Amstel. Ja, dit is voor Menno zelf. Zie ik daar achter jullie zo'n doos staan? Wat is dat? Dat is van Zandstra. Dat is toevallig van Zandstra. Deze. Schaatsen, ja. En kijk, dan maakte papa een schilderij. Dit is toevallig een schilderij en het is een aquarel. En dan hebben ze daar gebruikt voor zijn... Voor de schaatsen te doen. In deze doos. Kijk, en dat was dan ook, staat dat bij wijze van spreken op een mok. Iedereen die bij Zandstra en woont. En dat staat op, wat staat hier op? In Jouweren. Comfort in skating. Nou! Ja. Zie, dan was dit een ontwerp van Frisia. Zie, die vond ik nog ergens. Dat is nou Astrafaan. Dat is nu Astrafaan. Zie, en dat tekende die dan zo. En dan waren dit de zakjes ervan. Zie. Ja. Prachtig. Nog elke week die mij aanklampen zo van, god, wat was jouw vader een fijne en wat was die artistiek en wat, die kon alles. Ja. Hij maakte ook alles, kijk, het was, als je een ontwerp maakte, was het niet zo dat je het vier weken later kreeg. Nee hij ontwierp het waar je bij was. Bij was en is het zo goed en dan werd het. Was helemaal niet zakelijk, want hij maakte het ook in een minuut. Dus dat was helemaal niet zo van, de mensen zagen dat hij het maakte en dan oh ja, nou. En nou, ik had het papier gratis, dan hoef je dat niet te betalen. En die pen haak ik ook al, dus zo was het. Ja, maar als dan voor de zeven pennen zo wat ook, maar het kostte nooit wat. Dan gaan we hier gezellig te kletsen, maar wat we nog niet eens hebben gezien is al die schilderijen die hier straks komen te hangen. Ja. Want het wordt hier een echte expositieruimte in de dansschool. Ja, het is een expositieruimte van overal uit heel Nederland vandaan. Dus het komt uit Weert, uit Groningen, Driehuis, Amsterdam. Overal komt het vandaan. Maar ook bij mensen, die bedrijven die ons bellen, wij hebben ook nog wat. Bijvoorbeeld bij elke, bij Puys Supermarkt hangt bij elke... Kom gelijk op de eerste dag, want deze twee dames houden het aan het praten.